Een hele goede morgen, dames en heren. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark. Kijk hoe slecht weer het is. Het regent als een gek, het onweer als een gek. Ik hoop niet dat het met de boot weg gaan. Dat was het plan in ieder geval vandaag. Met de boot weg te gaan. We gaan gewoon beginnen met een lekker bak koffie te zetten. Zet hem aan. Water toevoegen. Ja, ja. Hier nog een beetje knopjes vinden van de lampen. Dan kun je mijn meteen eens een beetje zien. Ik denk dat het wel goed is. Bakje water in de apparaat. Zo, iets. Deksel erop. En. Au. Zo, daar gaat die warm lopen. Gaan we een kopje pakken. Zo, het petje heb ik al ingedaan. Dan gaan ze op de warm lopen en nog alleen maar op dit knopje te drukken. Maar als het goed is, koffie uit. Ja, koffie! Nou, dat is het begin van mijn ochtend. Zo, dames en heren. We gaan even naar buiten kijken of ik iets van die harde shit zie. Even kijken. Waar ben je? Ik doe niks. Waar is je? Zie daar? Daar zaten de twee. In de bakje hier. In dit bakje zaten ze net zo. Dus gaan we kijken hier. Snel zijn ze. We gaan terug naar die andere plek. Misschien kunnen we daar nog een keer aan tegenkomen. Waar? Elke keer ook iets bewegen. Daar beneden. Zag je hem? Daar. Loopt hij.
je hem ook? Hier. Zag je hem? Er staat een stel. Er zitten twee hier, denk ik. Vet, hè? Kijk daar. Daar zit er eentje. Daar zat er net één, zeg je dat? Ik leg een hokje en dan gaan we weer naar buiten. Ik wil ze niet pakken of zo. Ik wil er veel om hebben. Ja, daar achter zit er eentje. Zie je dat? Dat is een hagedisje. Ze zijn heel klein, dus je moet heel goed kijken met ogen. Ze zijn altijd wel echt mooi. Ik zie ze niet meer. Nou. Ik hoop dat je het even leuk vond om even haagjes te zoeken. En even een batterijtje boven halen en dan gaan we ergens naartoe. Nu is het droog. Ik hoop dat ze allemaal goed op beeld zijn. Sommige zijn denk ik iets te snel om op te nemen. Dus je gaat even op paren lopen. Sommige moet je echt met goede ogen kijken. Om ze te kunnen zien. Want ze hebben bijna dezelfde kleur als de muur. Dus ja. Ja. Even batterijtjes meenemen. Batterijtjes voor onderweg. Dan ben ik vast klaar om ze in de weg te gaan. In de tijd dat we kunnen, kunnen we nog gaan kijken of we iets tegenkomen van Harris. Zeg ik net hier een eentje lopen. Even kijken. Waar is je? Kijk mensen. Kijk, Harris. Ja, we zijn hier bij een luchthaven Milaan Pensa. Hier kan je een beetje wat van vliegtuigen zien opstijgen. Heel leuk. Nee, weet ik niet. We staan hier ergens op een verboden plekje, denk ik. Allemaal oude rotzooi van Milaan. Malpensa, luchthaven. Zeg, zocht een spotplekje. Daar begon ik kijken naar vliegtuigen. Ja, ik kwam hier op uit. Wat een rotzooi wat ligt. Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Albert Stegeman. Ik probeer
Nou, dat was zo leuk. We waren bij een stukje conflict aan gaan zo, denk ik. Zijn er die eentje die ging landen waarschijnlijk? Zo, dames en heren, we zaten hier nog even bij het terrasje in het Chino, vlakbij het natuurpark van Chino. Een colaatje, en we gaan lekker wat genieten. En zo zijn we bij het natuurparkje van Chino. Super mooi hier, bij het water. Kijk. Mooi toch? Zo, dames en heren, we zijn weer terug bij het huisje. Was wel een leuke dag. Het was een beetje rommelige dag met de vlog vandaag. Het was vandaag slecht weer. Ik wil een game opnemen die niet lukt. En uiteindelijk zijn we toch wel dingetjes naartoe gegaan. We zijn even bij Superiors kijken, maar we hadden niet echt veel gezien daar, want het was gewoon een kartbaan. En we zijn dan even naar het vliegveld van Milaan, Malpensa geweest. En hier een stukje filmpje. Een beetje verboden terrein. Dus. En ja, zijn we thuis. Oh, sorry, ja. Stond op de voet gewoon, ja. Zo, dames en heren, ik zit hier weer achter mijn computer om dingen op de edit te gooien. Ik heb lekker zakje chips van Locarno meegenomen, mijn favoriete chips. We zitten die op de kop. Maar ik kan hem niet op de kop houden, want dan valt alles eruit. Dus dat vraag ik van. Zwijfel. Dat vind ik de lekkerste chip die er bestaat. Dus in Nederland probeer deze er ook in te gooien. Zou ik super waarderen. Hoef ik niet elke keer naar Zwitserland daarvoor te komen. Want deze zijn echt super lekker. Want ik heb niet eens meer te vinden. Eigenlijk dan hier in Zwitserland. Ik ben het fijn dat we hier weer eten in Italië. In ieder geval sowieso. Want gisteren waren we naar Zwitserland. Ik heb even de bestanden even doorgegeven naar de editprogramma. Dus gaan we even wat dingen vast editen. Voor we straks niet zoveel meer hoeven te doen. En daarna gaan we waarschijnlijk eten. Tot zo meteen. En koken pannenkoeken. Yeah. Lekkere pannenkoek. En wat doe ik op mijn pannenkoek? Lekker stroop. Lekker veel. Niet vallen. Smeer het zo uit. En voor de lekkerheid. Puppy, voor de suiker erop. En dan rooi je hem op. Nee, je hebt op. Dat vind ik lekker. Zo, dames en heren, ik leer alweer hier lekker een bedje. En morgen weer een nieuwe dag. Als morgen goed weer is, gaan we morgen met de boot weg. Alsnog. Dus ik ben benieuwd hoe het is morgen. Lekker weer. Ik hoop dat we een beetje weer het water in kunnen springen morgen. Dat zou leuk zijn. Dus ja. Ik kan best even lekker op de telefoon te loeren en zo. Dat dingetjes. Nou ja. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk heb je weer genoten. Belonen dat met een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal hier op de hoogste zijn deze vlogs of video's. Morgen om 5 uur een nieuwe vakantievlog en dan zie ik je morgen. Tot morgen allemaal.